Elke nacht als deze moeder naar bed gaat, voelt ze zich niet uitgerust, maar juist extreem moe bij het ontwaken. Toen installeerde ze op een nacht een camera en wat ze de volgende ochtend zag, onthulde een geheim. Zoals veel moeders was Melanie Darnell heel normaal. Ze had zelfs nooit een grote aanhang op de sociale media, in tegenstelling tot nu. Enkele maanden geleden wist zelfs niemand wie ze was, behalve haar familie en vrienden dan. Ze leefde een eenvoudig maar voldaan en interessant leven met haar man en 3 kinderen. Deze vrouw was spontaan, hield ervan te leren en kennis aan anderen door te geven. Dus deelde ze voortdurend haar ervaringen over moederschap, gezondheid en fitness op haar sociale mediapagina's. Ze wist de aandacht te trekken van een paar mama's, maar het lukte haar nooit om het echt te maken in die wereld. Dat alles veranderde op een dag nadat een video die ze postte viraal ging. Toen de andere moeders het zagen, konden ze niet ophouden met gillen en terwijl sommigen lachten, liet de anderen een traantje. En geloof me, ook vaders bleven niet onberoerd. Toen ze het zagen, viel hun mond open. Melanie combineerde werk en de zorg voor haar kinderen. Hoezeer ze ook een carrièrevrouw was, ze was ook een doorsnee moeder. Ze had de meest perfecte band met haar kinderen en die vertelde haar alles wat ze moest weten. Ik bedoel, alles. Melanie beleefde ook veel plezier met haar kinderen. Ze speelde als leeftijdsgenootjes en haar vrienden wilden de soort hechte band die zij met haar kinderen deelde. Dat klinkt nu alsof deze vrouw haar leven geregeld had, nietwaar? Wel, niet zo snel. Helaas was dat de veronderstelling van haar vrienden. Net als de buurvrouw van Melanie hadden ook haar volgers op sociale media dezelfde overtuiging. Het verbijstert me hoe je je carrière en moeder zijn combineert. Je hebt het helemaal voor elkaar. Je leven is perfect. Je vindt je geweldig, Melanie, schreef een volger. Je hebt letterlijk helemaal geen zorgen. Het moederschap staat je geweldig. Ik heb zoveel van je geleerd, schreef een andere volger. Om deze vermoedens nog sterker te maken, plaatste Melanie de mooiste foto's op Instagram en Facebook. Deze foto's waren niet glamoureus, maar ze waren doorspekt met pure emoties die geluk, vreugde en voldoening uitbeelden. Als blogger deelde Melanie vaak foto's van haar kinderen en echtgenoot die op vakantie waren, plezier maakten, sporten en gezonde veganistische maaltijden aten. Zo leken ze het perfecte leven te hebben. Mensen zeggen vaak dat foto's niet liegen. Nou, misschien doen ze dat wel, een klein beetje dan. Ook al had Melanie de perfecte foto's en de juiste woorden om andere moeders te helpen die dat hard nodig hadden, in werkelijkheid worstelde ze met van alles. Niemand zou het zelfs geloofd hebben, behalve dan door de video die ze kort daarna deelde. Niemand had kunnen weten dat ze zo'n vreselijke ervaring doormaakte. Dit alles begon 10 maanden geleden toen er vreemde geluiden uit het huis van Melanie kwamen. Eerst dacht ze dat het gewoon de bomen waren die door de wind waaiden, maar dit hield aan, ongeacht het weer. Tot Melanie wist dat er meer aan de hand was dan je op het eerste gezicht zou denken. Maar er gebeurde nog iets anders met Melanie. Het was iets wat ze nog nooit echt had meegemaakt. Hoe vaak ze zichzelf ook zei dat dit wel over zou gaan, het werd elke dag alleen maar erger. Het was alsof datgene wat haar te pakken wilde nemen de volgende dag met volle kracht terugkwam. Al enkele maanden werd Melanie altijd volkomen uitgeput wakker. Het was alsof iets heel vreemds haar slaap verstoorde. Al gauw besloot ze dat het beter was dat ze vroeg naar bed ging. Misschien zou ze dan niet zo beroerd en moe wakker worden. Maar zelfs dit plan werkte niet. Later verplaatste ze zelfs het bed uit de buurt van het raam, hield de slaapkamer koel en droeg zelfs een oogmasker, maar niets hielp. Nog steeds bleef ze wakker worden met een volkomen uitgeput gevoel. Behalve al deze dingen was er nog iets angstaanjagenders. Het geluid dat Melanie hoorde werd elke nacht luider en luider. Op een gegeven moment geloofde deze vrouw zelfs dat wat het geluid ook maakte, vlak voor haar slaapkamerdeur stond. In deze periode was de echtgenoot van Melanie op zakenreis. Ze was dus alleen met de kinderen. Het wordt steeds erger. Kan je niet gewoon naar huis komen? Ik heb je nodig. De kinderen hebben je nodig, huilde ze tegen hem op een ochtend toen ze wakker werd en zich volkomen uitgeput voelde. Het was alsof iemand de hele nacht iets op haar gelegd had. Helaas vertelde haar man haar dat hij niet naar huis kon komen omdat hij nog druk aan het werk was. Hij vertelde haar echter dat ze zo snel mogelijk iets aan de situatie moest doen. Maar deze vrouw had niet de beste ochtenden of nachten gehad, dus ze kon niet eens helder denken. Zo werd het aan haar echtgenoot overgelaten om met een idee te komen. Installeer een camera met nachtzicht en kijk wat er aan de hand is. Als je niet slaapwandelt, dan moet er iets heel vreemds met je aan de hand zijn, zei de echtgenoot van Melanie. Melanie beloofde te doen wat haar gezegd werd, maar dit advies maakte haar nog angstiger. Alle personages uit de klassieke griezelfilms die ze had bekeken doken in haar hoofd op, vooral Freddy Krueger. Desondanks popelde ze om de waarheid te achterhalen. Als er al iets was, wilde ze een eind maken aan de manier waarop ze zich voelde telkens als ze wakker werd.
Hoewel ze meer dan vast besloten was om de waarheid te kennen, weerhield de angst voor het onbekende haar er ook van de opdracht van haar echtgenoot op te volgen. Het was echter één enge gebeurtenis die haar deed besluiten haastig de camera aan te schaffen. Op een ochtend werd Melanie wakker en had plotseling flitsen van iets dat de vorige nacht gebeurd was. Ze herinnerde zich dat ze een ademend gevoel tegen haar gezicht voelde. Toen ze dit herinnerde, schrok ze verschrikkelijk. Ze wist dat het tijd was om de waarheid te ontdekken. Niet volgende week, niet morgen, maar vanavond. Die dag haastte ze zich naar de dichtstbijzijnde elektronica-winkel en kocht een videocamera. Ze kon het niet verdragen nog een nacht door te brengen zonder te weten wat er aan de hand was. Die avond plaatste Melanie de videocamera en zoals gewoonlijk bracht ze de kinderen in hun kamer om te slapen. Toen ging ze naar bed en bereidde zich voor op het ergste. Ze was klaar voor wat de camera de volgende dag ook zou onthullen. Ze wist niet hoe schokkend de waarheid zou zijn. De volgende morgen werd Melanie wakker met een beroerd en vermoeid gevoel, maar ze schonk er geen aandacht aan. Ze ging meteen naar de camera en verwijderde hem. Toen ging ze naar de woonkamer, zette de camera op tafel en bleef er alleen maar naar staren. Niet al te lang daarna bedacht ze dat het beter was eerst te ontbijten. Dus haastte ze zich naar de keuken, maakte een omelet en haastte zich terug naar de woonkamer. Ze was nu klaar om de waarheid te ontdekken. Met trillende handen drukte ze op play. Toen keek ze toe hoe ze zelf de kinderen naar bed bracht. Daarna ging ze naar bed en viel spoedig in slaap. De eerste minuten leek er niets ongewoons te zijn, dus drukte Melanie snel op de knop doorspoelen. Juist toen zag ze haar deur iets opengaan. De ogen van Melanie peilden uit en haar hart ging tekeer. Maar toen ze zag wie er binnenliep, was het ongelooflijk. Het was haar zoon. Hij liep de kamer in, klom op het bed en ging naast haar liggen slapen. Melanie keek naar zichzelf terwijl ze sliep, onwetend van wat er gebeurde. Juist toen zag ze haar twee andere kinderen ook de kamer binnenlopen en meteen naar het bed gaan. De beelden toonden Melanie diep in slaap, terwijl de jongens tegen haar aanwoelden en rolden. Op dat moment net zag deze vrouw iets dat het ademende gevoel verklaarde dat ze tegen haar gezicht gevoelde. Terwijl de kinderen van Melanie haar slaap verstoorden, kwam er nog iemand de kamer in. Het was de hond van hun gezin. Hij sprong op het bed, likte en rook aan haar gezicht, terwijl hij om haar heen huppelde. Terwijl dit gaande was, gebeurde er ook iets ongelooflijks. Hoewel ze de hele tijd sliep en zich niets herinnerde toen ze wakker werd, toonde de camera dat ze zich ook bewust was van wat er gebeurde. Zo bewoog ze bijvoorbeeld haar haar telkens weg als de kinderen eraan trokken. Dit verklaarde nu waarom ze zo vermoeid en beroerd wakker werd. Melanie was zo overrompeld door het hele voorval dat ze besloot het met haar volgers te delen. Ouderschap houdt niet op als de zon ondergaat, schreef ze. Haar bericht kreeg veel steun, likes en comments, omdat moeders wereldwijd zich in haar verhaal konden inleven. Wat er gebeurd was, was niets minder dan de beproevingen die het moederschap met zich meebrengt. Melanie hoopt dat haar verhaal de mensen de uitdagingen van het moederschap zou doen begrijpen. Ze wil ook dat mensen de aspecten van het moederschap zien waar men niet vaak over praat. Moeders moeten heel wat doorstaan, terwijl ze proberen voor hun kind te zorgen en er te zijn. Maar zelfs dan is het de liefste zaak ooit. Dus wees gerust, Melanie wil het voor geen goud ter wereld veranderen. Laten we haar nog meer mooie jaren met haar kinderen toewensen. Welke andere opofferingen heb jij ook voor je kinderen gemaakt?